Welkom op de Noorderbegraafplaats in Assen uit 1823. Een prachtige omgeving voor fotografen en rustliefhebbers. We gaan hier een rondwandeling maken en zien een paar bijzonderheden en mooie herfsttinten. Het eerste perk vooraan zijn koopgraven, waar over het algemeen de welgestelden liggen. Hier bevinden zich ook de oudste graven. Meester Meindert, rond 1940 president van de rechtbank in Assen. Het graf van barones Theodora Elisabeth. Vele graven zijn opgeknapt, maar er zijn ook nog veel in slechte toestand, maar daardoor juist weer interessant. Veel van de zogenaamde graftrommels uit het begin van de 20e eeuw zijn verloren gegaan. Door aankoop en schenkingen zijn er nu weer 4 aanwezig op deze begraafplaats. De graven van 2 rijksveeartsen. Meester Isaac Roesing, oud-president van de arrondissementsrechtbank en verschillende graven van mensen werkzaam bij de rechtbank. Graven van onder andere de familie Oosteen, oud-burgemeester Hendrik Oosteen en Jan Oosteen, lid van de Provinciale Staten. Een van de oudste graven is die van gouverneur Petrus Hofstede en zijn vrouw Susanna. Tegen de bosrand staat het gerestaureerde monument van Brumstede. Het grotendeels uit gietijzer vervaardigd grafmonument is kort na 1879 geplaatst. Een dergelijk grafmonument van de betere stand is een zeldzaamheid en dit monument is door zijn complete staat het grootste neogotische gietijzeren monument van Nederland. Naast het grote monument staat nog een kleiner monument van aangetrouwde familie. Ingenieur Johan Petrus van Druten, in leven arrondissement-eiker. Dit is het enige staande monument met afgeknotte zuil. Sommige graven vallen juist op door hun eenvoud. Het trieste gedeelte bevindt zich achter op het kerkhof. Het gaat hier om kindergraven met een monument. Voor de toekomst wil Assen de begraafplaats een parkfunctie geven, met als thema het zichtbaar houden van de Asser historie.
de fraai gerestaureerde graven van de familie Gratema. Tussen 1870 en 1920 waren ijzeren hekken in de mode. Verder is er hier genieten van de stilte, de natuur, de geschiedenis en de prachtige herfsttinten. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.